Yo Nintendo fans, welkom bij een gloednieuwe video. En vandaag gaan we proberen om Regis te vangen in de Crown Tundra in Pokémon Sword and Shield. En ik maak me geen zorgen, want we hebben deze baas, Calyrex, in de vorige aflevering gevangen. Doe even een blauw duimpje omhoog als je deze serie vet vindt en... vergeet niet te abonneren natuurlijk. Want dan krijg je al deze video's, dagelijks Nintendo video's, gewoon hoppakee, op je beeldscherm. Wat moet ik doen? Ik moet waarschijnlijk iets doen met deze cirkeltjes. Ik moet al deze cirkeltjes denk ik aanzetten. Oeh. Yeah. Yes. Nice. Daar komt ie jongens. Iets verandert in de lucht. En nu? Oh, nu, we moeten wel aanhouden natuurlijk. Moet ik nu voor dit beeld gaan staan? Oh, ja hoor, we gaan het checken, we gaan het checken. Registeel! What? Daar is die hoor, Registeel. Die gaan we even pakken hoor. Hoppakee, Calyrex, let's go. Ik ben benieuwd welk level deze Regis zijn. Registeel is level 70. Ik ga Giga Drain doen, dat doet waarschijnlijk heel weinig damage. Maar dat is oké, want ik wil hem natuurlijk niet kapot maken. Even kijken. Ja, dat doet weinig. Hij doet Heavy Slam. Ik ben benieuwd hoeveel pijn dat doet. Want ja, deze aanval doet meer pijn als de tegenstander heel licht is. Dus volgens mij valt dat nog wel mee. Want zoveel pijn deed dat niet. Dus we gaan even lekker door met Giga Drain. We gaan hem een klein beetje verzwakken. Hij doet Flash Cannon. Ik denk dat die iets meer pijn gaat doen. Nou, valt eigenlijk ook wel mee. Calyrex heeft trouwens 268 HP, jongens. Earltje, wil je weer op de tafel? Je mag niet op de tafel. Je mag gewoon meekijken. Het is zo leuk, kittens. Maar ze zijn zo ondeugend. Oké, let's go, Calyrex. Hij doet weer Heavy Slam. En wij gaan gewoon rustig door, rustig door. Zorgen dat hij niet down gaat, dat we hem niet verslaan. Maar dat we hem alleen verzwakken. Ik ben trouwens wel benieuwd, jongens. Wat is jullie favoriete Regi-Pokémon? Welke vinden jullie het tofst? Ik denk dat ik die nieuwste het coolst vind. En dan heb je volgens mij een elektrische versie, toch? Die lijkt me wel heel cool. Alhoewel, Regigigas is ook wel gewoon heel vet. Oké, hij is inmiddels in het rood. Dat betekent dat ik zou kunnen gaan proberen om hem te vangen. Nou, oké. Oké. Gaat dit gewoon... Oh, ik dacht even dat het in één keer goed zou gaan. Maar nou, helaas toch niet. 1 hour later. Twee, ja. Of drie. Ga je nu wel vangen? Ga je hem nu... Ja hoor. Ik heb hem gevangen. Het heeft bijna 20 minuten geduurd. Maar ik heb hem. Hè? Lekker. Dit is Registeel. Het gerucht is dat deze Pokémon diep ondergronds was geboren. En dat hij 10.000 jaar geleden naar de oppervlakte is gekomen. Oké, Registeel. Welkom. En we worden weer gebeld door Pioni. Die zegt, ben je lekker aan het hunten? Ja, heb je een Registeel gevonden? Nou, lekker bezig. Ga die andere lekker vangen? Nou, zullen we dat gaan doen? Maar ik moet eerst even flink ultraballs gaan halen. Registeel, kom je mee, jongen? Kom je mee? Jij bent een beetje traag, of niet? Jij bent niet zo snel. Ja, dan kan ik me ook wel voorstellen als je zo'n stalen blob bent. Dan, dan ben je niet zo heel snel. Ik moet echt gauw even wat itempjes kopen bij jou, jongen. Kom maar even met, hoeveel ultraballs? Zal ik er gewoon 105 kopen? Tuurlijk joh, 105, we hebben genoeg geld. En door naar de volgende Regi. Het is zo jammer dat ik nu eigenlijk niet echt goed iets kan zien. Want ja, dan kan ik niet echt goed, bepalen waar eigenlijk die volgende Regi is. Want misschien rij ik wel keihard langs op dit moment. Moeten oppassen voor alle Nidorans hier in het gras. Eens even kijken. Waar zou die volgende Regi kunnen zijn? We hadden er eigenlijk al één gevonden. Eén zo'n tempel. Daar zijn we toen niet ingegaan. En ik heb het idee dat die misschien wel hier ergens is. Of toch niet. Want hier ben ik volgens mij nog niet echt geweest. Oh jawel. Ja, dit is degene die ik ook al heb gehad. Of tenminste waar ik ben geweest. Eens even kijken. Let the first Pokémon hold the never changing stone. Ah, dat is natuurlijk de Everstone. En mijn eerste Pokémon, dat is Registeel. Dus ik denk dat het enige wat ik moet doen is om die even een Everstone te geven. En daar heb ik er 3 van, dus dat komt goed uit. Registeel, hier alsjeblieft. Neem jij even die Everstone in je handen. Oh, hier ligt trouwens nog een itempie. Stone Edge is dit. En Registeel, kan jij dan even die deur voor mij openmaken nu met je Everstone? Ja. Dat is de puzzel. Hoppakee, we kunnen door naar de volgende. We gaan naar binnen. We moeten eventjes weer al deze cirkels laten gloeien. En dan met het beeld, gaan praten. Als het lukt om deze nog aan te zetten. En dan moeten we dus met dit beeld gaan praten.
Let's go. En dan denk ik dat hier Reggie Rock gaat uitkomen. Ja, kijk, daar is hij inderdaad. Reggie Rock. Als je inderdaad die patroontjes op hem voorhoofd herkent, dan kan je al zien welke dat is. Oké, ik denk dat ik hem met Giga Drain in één keer zou slopen. Dus ik ga nu Psychic proberen. En dan hoop ik dat ik hem daarmee niet in één keer kapot maak. Oké, dit is eigenlijk perfect. Dit is top. Hij doet Hammer Arm, maar die raakt mij niet. Omdat ik natuurlijk een spooktype ben. En dan heb ik hier 125 Ultra Balls voor Reggie Rock. Laten we kijken hoe dit gaat, jongens. Dit is de eerste Ultra Ball. Oké. Ik wou net zeggen, dit zal niet in één keer gaan lukken, denk ik. Nou, hij blijft lekker Hammer Arm doen. Dat is helemaal top. Dan kan ik hier gewoon een beetje gaan chillen. Dan zit ik hier gewoon een beetje lekker rustig aan. Ben ik een beetje Ultra Balletjes aan het gooien. En dan hoop ik dat ik op een gegeven moment die Reggie Rock ook gevangen heb. Oké, hij doet nu iets met een curse. Ik weet niet wat hij precies doet. Oh, hij doet zijn speed naar beneden. Zijn snelheid en zijn aanval gaat omhoog. En zijn defense gaat ook omhoog. Helemaal prima, joh. Doe maar lekker. Ik weet niet of je alleen maar Hammer Arm kent qua aanvallen. Maar dan ga je mij niet raken, vriend. Kijk, hij kent ook Stonehenge. Dus die raakt mij natuurlijk wel. En die raakt mij ook goed, trouwens. Oké. Reggie Rock is behoorlijk sterk, zo te zien. Stonehenge, dat vind ik minder chill. Want twee keer Stonehenge en ik ben klaar. Ja, Calyrex is nu dus gewoon klaar, hè? Die is nu gewoon verslagen. 346 minutes later. Het lijkt wel alsof we aan het shiny hunten zijn. En op een shiny aan het wachten zijn, joh. Potverdorie, man. Kan toch niet zo moeilijk zijn om een freaking Reggie te vangen? Ik bedoel, als zijn HP zo laag is. Het balkje is bijna leeg. Ik heb zoveel ultraballs. Dat moet toch gewoon een keertje gaan lukken. Misschien nu wel, toch? Misschien hopen. Ja! Eindelijk. 27 minuten verder. Maar we hebben hem wel. En geen XP voor Calyrex, want die is net kapot gegaan. Metang gaat een level omhoog. En jullie weten wat dat betekent? Dat betekent dat hij gaat evolueren in Metagross. En dat is wel echt een heerlijke Pokémon, jongens. Metagross, dat is echt een fijne. Als je er eentje zou moeten kiezen van het Steel-type, dan is dit een hele goeie. En ik vind Magnezone ook heel fijn. Ja, of gewoon Registeel natuurlijk, want die hebben we net gevangen. Metagross is eigenlijk twee Metanks die samen fuseren. En de Pokémon verslaat zijn tegenstanders door gebruik te maken van zijn super hype computer level brain. Zijn hersenen. Metagross wil gelijk Hammer Arm leren. Dat gaan we doen. Dat is een fijne aanval. Scary Face mag gelijk weg. En er komt heel veel technologie bij kijken toen de... Ja, internals, de binnenkant van deze Pokémon werd bestudeerd. Maar ze konden niks vinden. Zelfs geen hersenen en zelfs geen hart. Hoe dan? Het is gewoon echt letterlijk een lopende hoop stenen. We gaan hem in de party gooien. En dat doen we dan in plaats van Aerodactyl. Hoppakee, lekker. En Peony die belt ons weer lekker. We hebben Reggie Rock ontmoet en we hebben hem zelfs gevangen, jongen. Daar loopt hij hoor, de baas. Super cool. Ja, het is wel grappig hoe die Reggies achter je aanlopen. Ik kan nog even op de map laten zien waar ik ongeveer ben. We zijn dus in de Giant's Bed. Dat is de plek waar je deze moet vangen. En we gaan nu op zoek naar de volgende Reggie. Let's go. Ik denk dat hij niet in de Giant's Bed is, die tempel. Misschien is hij wel hier in Snowslide Slope. Laten we hier even goed gaan zoeken. Oh, daarachter. Kijk, daarachter is hij. Kunnen we daar komen vanaf hier? Ik denk dat we daarvoor een ander pad moeten kiezen. Maar daar moeten we zijn. Oh, wacht, hier tussendoor. Oké, wat is de hint hier dan? Loop samen met een levend kristal van sneeuw. Dat is Cryogonal. Die moeten we dan zien te vangen. Die moeten we hier naartoe meenemen. Want dat zijn gewoon kristallen volgens mij. Volgens mij huilt hij zoveel en die tranen die bevriezen dan. En dan wordt het een Cryogonal. Volgens mij was dat het verhaal of zo. Moeten we er alleen wel weer eventjes eentje gaan vinden. Want zo te zien zijn die niet hier. Ik denk dat ik er wel één in het vorige gebied kan vinden. Als het goed is, ja kijk, hier zijn er genoeg. Hallo Cryogonal. Hopelijk ga jij niet zo lastig doen, vriend. Volgens mij is Cryogonal geen water-Pokémon. Dus ik zou Giga Drain kunnen doen zonder dat het super effectief is. Ik hoop alleen dat ik ook niet gelijk te sterk ben voor Cryogonal. Oh, kijk, dit valt mee. Dit valt reuze mee. Hij doet een Solar Beam. Dat duurt nog wel even voordat hij me kan aanvallen. Dat gaat pas in de volgende beurt gebeuren. Dan doe ik nog even een Giga Draintje. En dan doet hij nu een Solar Beam. Dat is best wel een sterke aanval. Dus ik ben heel erg benieuwd hoeveel pijn mij dit gaat doen. Oh, bijna niet. Nou, lekker sterke aanval. Of Cryogonal is gewoon niet zo goed. We gaan hem in ieder geval proberen te vangen. En hopelijk gaat dit dan weer sneller dan de Reggies. Ik neem aan van wel. Ik neem aan dat dit niet zo heel moeilijk hoeft te zijn. Oké. Ik heb niks gezegd. Oké, poging 2 lijkt wel te lukken, jongens. Juist. En eens even kijken wat de Pokédex daarover zegt. Als het warm wordt, verandert deze Pokémon in damp van water. Cryogonals worden bijna nooit gezien tijdens de zomer. Nou, ik moet hem dus even in mijn party doen. Laten we dat doen in plaats van Altaria. En dan moet hij dan als eerste in mijn team komen te staan. Kijk, daar is hij. Vers gevangen Cryogonal. En dan ben ik super benieuwd of deze poort nu open gaat. Cryogonal,
Kom je me helpen? Laten we deze poort ook openen. Ja, kijk, dit lukte. We hadden inderdaad Cryogonal nodig hiervoor. En welke Reggie zou dit dan zijn? Is dit dan Reggie Gigas of is dit Reggie Ice? Ik ben benieuwd. Ik denk dat het Reggie Ice is. We gaan het zien. Jakkie! Jakkie? Vind je het smerig of zo? Ja, kijk, het is inderdaad Reggie Ice. Uiteraard gebruik ik weer Calyrex, want dat is gewoon super fijn. Laat ik maar gewoon even Giga Drain gaan doen. Dan krijg ik in ieder geval weer wat HP'tjes terug. Dat is altijd fijn. En dan weet ik dat ik hem niet in één keer ga slopen. Ben benieuwd waar hij mee komt. Met Ice Beam komt hij. Ice Beam doet redelijk pijn. Maar ik overleef het ook gewoon wel redelijk. Ik kan denk ik 4 keer Giga Drain op hem doen. En dan heeft hij behoorlijk wat HP verloren. Hij doet nu Icy Wind. Ik weet niet precies wat dat is. Dat nerft mijn speed. Dus ik ben daar langzamer door geworden. Ik ben benieuwd of ik nog steeds sneller ben. Ja, dat ben ik nog steeds. Dat is heel nice. Nog een keer een Giga Draintje. Krijgen we weer 24 HP erbij. Oeh, hij gaat nu voor Zap Cannon. Gelukkig mist hij mij. En dan de laatste keer Giga Drain. Dan hoop ik dat ik hem niet sloop. Nee, precies. Ik sloop hem niet. Hij is wel in het rood. En dan hoop ik dat Reggie Ice iets sneller gaat dan Reggie Rock en Reggie Steel, jongens. Nogmaals, ik denk echt dat Dusk Balls gewoon de beste optie zijn voor deze. Maar misschien... Nee, natuurlijk lukt dit niet in één keer. Waarom zou ik denken dat dit in één keer lukt? Dit lukt nooit in één keer. Hier heb ik minimaal 50 Ultra Balls voor nodig. 2000 years later. Stomme AliExpress ballen. Doe je werk nou eens een keer. Misschien nu dan? Ja. 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 Dit was een echte Ultra Ball. Eindelijk hadden we een goeie. Hoppakee, en Reggie Ice is ook binnen. Het lichaam van deze Pokémon is gemaakt van stevig ijs. En het gerucht gaat dat deze Pokémon is geboren in de ijstijd ver onder het diepe ijs. En uiteraard nemen Reggie Ice ook gewoon mee. Hoppakee, lekker. Nou, Pioni die belt natuurlijk weer van... Hey, hoe gaat het met je avonturen? En nu heb je weer Reggie Ice gevangen. Nou, lekker bezig, jongen. Lekker bezig. En dan laten we natuurlijk Reggie Ice ook even achter ons lopen. En die soort, die zweeft soort van. Nou, hij zweeft niet echt. Hij schaatst eigenlijk over de vloer. Super grappig. Kom, we gaan even een rondje schaatsen. Ik ben lekker sneller. Ik ben lekker sneller. Maar ik moet wel toegeven, Reggie Ice. Jij bent wel sneller dan Reggie Steel en dan Reggie Rock. Je bent wel sneller dan die twee. Nice. Als we dan op de map kijken, dan zien we inderdaad dat we hier in Snowslide Slope zijn. Dat is de plek waar je Reggie Ice moet vangen. Ik ga even terug naar Freezington om mijn Pokémon te healen. En dan gaan we in de volgende aflevering de laatste Reggie vangen. De nieuwe Reggie. Doe een blauw duimpje omhoog als je dat wil zien. Abonneer op dit kanaal als je dat wil zien. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickatune. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!